Twee hamburgers om weg te nemen, alsjeblieft. Toch iets? Iets voor die hoeken. Wat van mij? Ben jij wat met uw hoek maakt? Nee, dat is al, dank je. Dan zei jij iets gaan beveel van iets putten. Hoe kom ik? Ik denk ze houden daarvan. Dank je. Hier rond 10 zijn. Oké, dank je. Zeg maar, gaan jullie misschien in de stad doen? Ja, hoe kom? Dat ik het verwonder of ik misschien kan samenrijden. Zeg je baas, het haken nooit. Oké, want dit is je hartstikke goed. Ik is neutraal. Wat verkeerd? Niks niet. Oh, is terug naar je zuid, mee dat je mij ziet. Die pret is voorbij. Oeh, waar? Ga je mij daarom weer uit nooit plaatsen? Als die jou nou gedraagt? Hé, hey, dronkie. Wat is het? Wakker word. Waar is ons, hè? Die huis boezie ben. Heel giegelijk. Ze moet zo zien, gaan ze mee weg, ja, jong. Opschrijf, jongen, er is nog een passagier. Ach, moet die boel praten, man. Kevin, als ik kan. Op die manier gaat de ook krampen krijgen waar jij nog met lekker kreeg. Recht. Ik ben zeker dat ze gelijk bekend. Ja, finale jaar. Ik doe een hospitaaldienst voor die strijd op. Ik weet dat ik jou al bijna gezien. Klein wereldje. Waar wil je weer? Sommer hier. Ja, Jim. Je weet, ik hou me helemaal bezig met die plant van die nieuwe boompjes. Nogal bij interessant. Mensen, we zien je plek om je nog iets anders te doen. Ja, ik ga nu zeggen, pakken die die onnemoer net zodra die voor deur is. Ach, maar waar ben jij nou in al die jaren, man? Ik ga voor mij een grondje kopen van iemands vleesse wereld of iemands ter wereld. Ik wens ons kan ook hier weg. Ja, maar hoe komt zet jullie hele grond ook niet meer? Maar dat is nog zo veel krijg, hè? Daarom tenminste nog een eeuwige zwart van huis, man. Je hebt het ook niet veel gekregen, idioot. Maak dan daarom voor mij ook grondje kopen. Ik denk ik aan een paar netjes ook bijkrijg. Ja. Ja, en dan wil ik voor mij ook gaslandje aanleggen. Gas? Wat wil je met die gas maken, man? Ach, man. Ik wil die gas nat leggen. En ik wil zien hoe dit groeit. Dan zeg maar weer erom, hoor. Ja, nou, maar je moet gewoon groet voor je helemaal voortgaan, joh. Ja. Klaas dochter zit altijd daggezegger, ouwens. Hoekom kan ik niet samen met de Durban toe gaan? Ik is oud genoeg. Niet samen met de klomp takkar, is het dienst of zijn maatschappij. Dat is ook beter dan hulle. Ik heb samen met hulle groot geworden. Hulle is niet een goede gezelschap voor jou, niet. Het is niet mijn schuld dat ik om van Vrededorpplein. Maar is het er nog nooit gezegd? Big deal. Denk waar hij dokter wordt, hij is kaaf. En wat gaan gebeuren als hij kwalificeert? Hij gaan jullie net zo drop. Zij suitcase die pak en waai hij. Somewhere in Slapdown voor een praktijk begin en is die laatste zin van jullie heilige oostief zien. Wat laat je zo doen, Green? Ik weet, mannen. Zij wil in naweek samen met Ginger willen wegvoeten naar Durban toe. Hij heeft wat lachen, ze is er gaan in. Maar zij wil niet luisteren, niet, Marius. Zij zal moed. En wie gaan wij keer? Kijk, als het nodig is. Jij en die ze al meer is drie, in de verkeer gaan. Jeez, ik denk dat ik al gebleed. Gaan zij vullen? O nee, Marius, luisteren, lieve. Wat je wilt gezegd, Rini? Dat jij mij wil keer? Maak sporen.
nou een idee. Dan mag ik zeggen wat. Dan wat is je verschil? Ah, kom eens zo. André. Maar hoe komt alle mans haat als gevolg van één, hè? Ik haat niemand. Louise. André, ons is goede vrienden. Kom eens uit het zo. Kan je helpen, is echt normaal, is niet? Niks verkeerd met mij. Je is zo koud als een ijsblok. Louise, ons is volwassen mensen met volwassen hunkeringen. Ik ben hel, ik neem je al 3 maanden uit en... Hey, ik verwacht een beetje meer. Beetje? Te veel. Maar is het dan een misdaad? Ik is niet wat je gedenkt het niet, André. Goeienacht. Mevrouw De Lange. Voor jou daar in mij kon trein. Dokter Meijer. Iemand mij? Ja, ouw vriend, hij treedt eerst dag af. Zullen we een naweek gaan tijden? Niemand kon vrienden staan. Dank je, professor. Dus daarna bij die vakantie. Aha. Hoe lang ken jij van Marius? Nog heel lang niet. Slangers zien. Vriendelijk teruggetrokken. Ik kom daaruit. Ik zal proberen. Waar is mijn achterkant? Ik heb jouw boek voor jou gebracht. Hoe ben je hier uitgekomen? Ik heb spionnen. Wil je niet zitten?
dankie, ek klaar jou. Het glad nie. Is jy klaar met die boek? Nee, nee, maar ek kan het later weer kry. Het jy beurs? Nee. Ek bewonder jou moed. Het jy direct na school waar toe gekom? Eers 2 jaar gaan werk om te spaar. Wel, jy het amper daar. Als daar iets is wat mij kan helpen, moet je niet zien. Ik waardeer dit. Serie, nie? Is jy Kinopa? Het is laat, ek het werk om te doen. Jy is Kinopa, ne? Surprise, surprise! Happy birthday! Jy is laat het eerst vrijdag. Ontmoet broer of later begin. Wat drink jy? Koffie, wat ek self van maak. Ach, ontspan, jy is moeg. Jy is ongezellig geëet, want het geen respect vir werk. Te veel geld? De mens is te vet, party zaterdag, Louise. Mijn skip me nog kom. Papa zal zeker jou ietsje stuur. Ietsje zei. Als een rijtje over maar niet van zijn dochter en haar deurluchtige vrienden. Hij helpt de party gooi niet dan jij en die jet dat ik gesproken. Ik zie jullie wat. Kom eens gaan in naweek iemand vlijt toe. Hartstikke. In die laafveld, na die wildtijd. Professor Hartmanse plek, lieflijke plek. Jullie zijn allemaal mijn gasten. Carte blanche. En à la carte. Ben. Zie jij mijn gentje? Leg het, je besluit. Ik heb het gezegd. Luister, man, het is een super uitnodiging van een super girl, hè? Ik kan niet, man. Ik heb mijn werk op je padkapje verloren en gesukkeld teruggekregen. Je weet het toch zelf? Het is zaterdag goed bezig te dag. Luister, maar ik weet waar je van die hand wijst, hè? Ik al verstaan. Boy, oh boy. Dat ook nog zo stupid kan wees, hè. Luister, ek het nie ruik baan, ek het verfikt niks nie te vreemd. Oké, ek het maar net die boodskap moog geef. Hoor jy, jy moet maar self gaan verduidelik, hoor. Maar dat is Louise. Het is op café toe, hier nabij. Jij moet Marius weer. Dus waar? Ik zie niet wat zij bedoelt. Wat bedoelt dit? Ach, nee, niks. Ze weet dat jou raak beschrijft. Raak, hè? Ik zei. Wel, jullie dit alweer mis. Ach, luister, ik heb niet bedoeld om dat. Blijkbaar dat je nogal mijn raad beschrijft om de reactie van je cameraman. Wat bedoel je? Dat is toch manier, alsof het iets is wat die katten aangedragen. Je maakt een fout. Nee, als ik te doen heb met die high society van die campus. Is hij niet een klein beetje oorsensitief? Nie? Zie je dit nou maar dit wat ik wil? Dat is al wat ik nodig heb om op mijn verjaardag onnodig ontsticht te worden. Verjaar jy vandag? Maak het redig saak. My beskrywing van jou en Rita was baie raak. Alles behalwe nie herhaling. Dis jammer. Ek het gesê verjaar vandag. Nou, baie geluk. Dankie. Moet ek jy nog aan het ek vier?
Beloof je? Hou je dat allemaal niet gek, Kuske? Here we go again. Wat is het nu, Marius? Hoe kom je niet zo anders? Jouw gezelschap is toch altijd anders? Wat is dit wat je zo omkrapt? Jij. Die bank heeft gevoelens. Voor die gevolgen misschien. Zolang ons altijd weet waar je is goed? Je weet alleen niet veel van mij. Ons is nou allemaal ons verleden. Wil je spelen? Oké. Nee, man, je ziet maar ken ik zijn dinges. Nee, maar jij is. Ik lapjes gooi ze screwdriver, China. Wat lig ik voor je? Lapjes maak grapjes. Kom en hou eens ons wat durps toe. Wat van Teeny Weeny Rini? Gaan ze samen? Ik is niet gepland. Je lieg. Je is niet bang voor dat boetie. Ik haak jou, papa. Struus wat ik haak jou. Oké, man, net een joke. Maar wat van die wise en die wave force, hè? Ja, zij boor mij dus af. Nee, papa. Ja, Struus boven. Why? Ik heb hem klaar change gegeven. Wat meen je? Ik meen dat ik meen. Yes, ik kreeg je punten. Ja, yeah, somebody else also. Petus. All right, hè? Oké, ik zeg niet. Neem het eens terug, baby. It's a good life. Als je ook. Zien ze dat niet het eerste? Ja? Dat is nou bad news. Misschien niet dan af. Dat is niet wat hij ons vertelt, nee? Shut up. Oké, sweetie, eerst is slechte nieuws. Hoe zal het lijken om pa te zien? Moet niet gaan hier. Is het slechte of goede nieuws? Voor jou of voor mij? Help voor ons allebei. Hey, James? Ik kan mij niet worden hier. Jij bedoel? Ik kan mij niet worden hier. James, wat gaan we doen? Niks. En ik? Het is jouw bad nieuws. En je meiden niet. Gaan kruip mij naar die boompje wat ik jou gisteren gewezen heb, joh. Kan ik staan komen? Is je wel? De oos is bij gaf. Blijf dan, zo. Lijkt me jij en je maas bijna aan elkaar. Dat was eigenlijk mijn pleeghouders. De aangeneem toen ik nog bij jong was. Ik is eigenlijk bij dank aan de verschillen. Ik verstaan het. Ze komen net omhoog, hè? Jij moet.
Wie was dat? Ginger? Weet hij? En? Hij heeft niet gelachen. Het palen. Verkeerd, Marius. Waar is het? Ik denk ik moet aanstaltes maken. Baie dankie vir die gasvryheid, Annie. Kom gerust werken. Ek is doodseker. Hy het jou boompie vergeet. Ag, hemel, oom. Louis, kom maar oom, oom. Seker. Dat was net als jullie wezen geweest. Ik denk dat het jullie junior bezigheid. Ze zal overkomen. Jullie Ginger zal haar nog in die moeilijkheid brengen. Hey, jij moet iets doen. Wat? Het is niet een kwestie. Jij kent toch mensen? Is jouw probleem, jullie? Mijn broer gaat jou komen krijgen, Ginger. Oké, waar? Ik zal iets uitvinden. Kan ik aankomen? Ik ga niet uit. Okay, kijk. Ik kan dat niet.
dan. Is veel berger, Willie. Jullie verstaan niet. Een man een beetje aan het pan ook, hè? Ik heb niks leren. Je hebt je maat gepakt. Wat hier man? Ons de elf of jou, beter job. Wat is dit? Zullen we ons om nu vertellen of later? Misschien daarom een keer de voor iemand slijt op. Kroegman bij die buitenklap. Van 5 tot 10. Met paas voorzitter, hij zei ze oké. Zeg maar aan de schof, hoe lijkt dit weer? Oh, dat is zo pas het eerst was het weer. Kerel, dan herhaal je dit. Moeder, kom alsjeblieft in. Herhaal dit nou, voor een getuie. Wat is het nou? Hij beweert dat moeder het gezegd, die commissie is ingesluit in die 2.500 rand. Boch, dus dan die koopprijs. Waar die commissie was en gesluit in die koopprijs, dis is ons gepraat het. Een misverstand. Dat is wat ik zei, getuige op de rot. Dat is een blerrie skelmgeit. Ik het les en vat die ou man of toe. Ach, laat die gedeelte toch. Ons het die check. Wie is die gebeente? Is ek miskien jou gebeente? Geraamte. Pa, nou, of ik roep die politie. Jou ou verdomde horrelpoot Christmas kalkoen wijfie. Wat is jouw smaak? Wel, niks. Nee, wie kan dan zo belangrijk wees? Oh, dat is mijn mondelijke opvolger, mevrouw. Jene dokter Opperman van Johannesburg. Dokter Opperman is baie welkom hier bij ons. Hoe laat komt ons nieuwe dokter? André heeft gezegd, ons ontmoet mekaar zo bij 3:00. Gaan ontmoet jij dan ons ere gast, André? Nou, maar goed. Als jullie mij zo verskoon. Nou, maar baie dankie, André. Marius, jouw zin, wat zoek jij in hierdie kasarm en ons vlees zo ver van die molsgaten af, hè? Nee, om ons nu komt studenten wat bij dokter Waartman komen uitkam. Maar kan ons eigenlijk op zoek naar dokter Meijer. Kan over mij zeggen waar is die spreekkamer? Waar kan ons hem krijgen? Ah, dokter Meijer, kijk, het is vandaag zaterdag. Als je hem niet bij zijn huis krijgt, dan zal je hem bij zijn andere huis krijgen. Ik wil zeggen bij die resout. Waar is hulle, oom? Waar blij hulle? Waar hulle is, daar waar een pauw wijf die haar pronkster deurslip en achter haar aan haar kerrykuif kuiken. Praat van die duivel! Kom mee, is een van jullie misschien dan dokter Opperman? Hoe gaat het, André? Louise, maar wat maak jij? Maar natuurlijk is ons nou een dokter Opperman, hè? That's right. Ik dacht, je is een man. Rechtig? Ik bedoel, luister, volg mij. Goed, dankie.
meneer. Gezelt jullie nog altijd bezigheid? Nee, ik denk dat zullen zij afgaan, André. Maar ik me net de oproep hier schakelen naar mijn spreekkamer. Dus kom eens, blijf. Kom eens. Zeker, dokter. Tot ziens, dokter. Dank je, André. Wel, is het goede nieuws voor ons, dokter Opperman? Wel, dokter Meijer is baie tegemoetkomend, meneer. Zo, maar niks is nog finaal. Een heel dronk op die opwindende vooruitzicht van een beeldschone dokter in onze midden. Dank je. Dokter Hugo. Je is niet een drankje, nie. Ik is eigenlijk nog niet dokter, mevrouw. Dank je, ik drink niet juist. Toen is hij verkies. Het is een wonderlijke voorrecht om zo'n groot groep van ons voorste jong mensen vandaag hier een klein hier in de heer. Van waar is hij, meneer Hugo? Johannesburg. Ach zo. Ik ken een professor Hugo. Hij is hoogleraar bij Wits. Welke familie van u? Nee, mevrouw. Dokter Wijnand Hugo, die kunnenspecialist. Ik geef op. Ik is blij. Een beetje onafgerond is ons niet, Sinkie. Jij zal ook wezen als jij uit Vrededorp komt. Antie? Een iemand spreekt in jou. Het heeft mij 200 rand gekost op een bankrotveiling. Tenminste 10 keer zoveel waard. Mooi, hè? Is er iets goed? Nee, niks meer. Hoe kom? Ik zie wortel en de raak is in mijn weg. Een mens voelt partijkers, hè? Is het ook zo eenzame mens bij het dan voel tussen een horde mensen? Maar vrienden die altijd wegkomen, is het niet? Net van partijmensen. Ja, hoor. Hoe gaat hij ons met oorslaap dan? Hé, van slaapkoepraat, die slaapt waar? Hé, dit klinkt jolly. Ah, die man zit elke keer rond de en ons drie slapen in gasthuis en niks noemt. Geniet je dit hier? Vooral omdat jij is. Ik raak alle mee betrokken. Lijkt of ik dat in strijd. Het ene keer wil ik proberen, andere keer wil ik weer niet. Wel? Monique.
wat hem genoeg heeft. Hallo, André. Yes. Hallo daar. Hallo, André. Ja, goed terug, goed terug. Ah! Groeten, hallo. Ja, ja. Wat is hand? Hallo, André. Ik heb het eerst achterna gehoord als je verjaardag vandaag. Veel geluk. Dank je. Hier is iets wat je hopelijk zal teruglopen naar iemands vlijt. Ik weet niet wat om te zien. Moet dat niet? Oh, hoe lekker met dat drankje, kerel? Ja, ja, dat is veel. Ja. Moeder het voorgesteld dat je bij ons komt inwoon. Als ik kom, André. Wat is er problemen waarmee ons kan helpen? Ik twijfel. Ik heb eindelijk met Louise gepraat. En lang genoeg. Marius. Het lijkt me je geniet het om mensen af te jakken, hè? Het is voor moeder vandaag. Wat is dit? Vraag om. Nou, ik moet rijden. Zie me uit naar je komst, Louise. Hou niet op ik hier. Ik is jammer, André. Mensen worden niet altijd aan jouw vrienden gekend. Tot ziens, meisje. Tot André. Het is onnodig, Marius. Waar vind je mij te pijn? Jij is jaloers. Als je mij reden geeft. Ik sukkel het begin, hè? Ik sukkel nog maar altijd. Nee, die laatste ruk. Zie je dat je werk? Het is niet de tijd wat zo'n man is. Ik hoop Louise beseft het ook.
jou laatste waarschuwing, jou toch. Hoor je mij? Ik hoop hulle breek jou nek. Diezelfde geldt hier jou. Wat kan jij doen? Luister, ik kan je dansen bel. Hulle kan je kom haal. Geloof me, ik kan je politie al gekryd. Jij is onder 16 in Junior Roodboom. Je beter nou luister. En je girlfriend? Gaan je haar ook aanklaan? Of wil jij ek? Wat? Louis, so wat sy gedoen het? Gaan vra haar, weet jy gedink het my geld? Ek kan net kom hallo sê, man. Goed, jy het, gaan nou. Ek is nog lief vir jou. Dit is jou probleem. Kom, ons geef weer een gang. Het is voorbij. Kijk. Kan ik weer komen? Zonder dop. Nee, Gijsbert. Niet op zonder dop. Hoe kan ik? Ik kan een skim vat. Mevrouw De Lange. Maar... Wat is dat, Louise? Wie zijn? Gijsbert. Gijsbert wie? De Lange. Hoe komt dat bij jou, mevrouw De Lange? Hij voelt zeker ik is nog. Is nog wat? Mevrouw De Lange. Zij vrouw. Heb jij niet geweten? Nee, niet geweten. Ik was getrouwd. Met hom? Maak het zaak met wie? Ik heb gedacht, je weet maar eens. Licht. Ik zweer, Regan, ik begin het even jou gesê. Ik heb mij niks gesê nie. Ik heb dan al voorbij is die dag van mijn verjaardag. Ik heb nog veel gesê. Toen heeft mij gesê, je hoop ons altijd weer wat ons doen. Je hebt gepraat van een risico, broer. Ja, ja. En je hebt niet gesê dat je getrouwd was. Wel, nou weet jij. Het is een rampspoedige huwelijk. Net een paar maanden van hel en ontnuchtering. Ons was bieren, altijd baie jonk. Ons ouders het gedink, is die rechte ding. Jeroen van verskynhede. Gijsbert, ander hoe sou nou ek. Liefdesnaam, Marius. Liefdesnaam. Dat is nie leen nie. Maar gepraat van leen. Excuus? Jy lieg oor die verlede, jy lieg oor die heren. Wat doe jy? Wat van Rini? Wat van Rini? Jy het nie etiek van een pere, dokter Louis. Geen morele beginsels nie. Seer is ingesluit. Jij hebt hem baie lief, nee? Ja. Vooral nou. Ik verwacht zijn kind. Is jij zeker? En ik ga hem behouden. Weet hij? Hij moet ook niet. Weet
Vader. Stemming. Voor wat is hier zo kat aan zijn? Voor jou met die girl getrouwd of wat? Oké, maar. Oké. Marius het uitgemaakt met Louise. Hoe kom? Niet gezien. Niet gezien, we gaan nooit weer zien. Laat me even. Zeker al op pad. Thank you.
Een genotvolle vriendschap. Voorwaardelijk. Louise, ik had gedacht, je komt niet meer. Ik heet altijd niet. Als gevolg van Daria. Ach. Als gevolg van baie dinge. Moeder weet alles. Ek het haar vertel. Dat ek geskei is. Alles. My toekoms en my geluk is ook hare. Nee, sy weet nie alles nie, Andre. Huh? Eindelijk het ek hiernaartoe gevlug. Dit gaan my pa sy hart breek as hy dit weet. En ek gaan hom behou. Zal je mij helpen, André? Ik luister. Ik vraag niet die omontzetten, nee. Toch. Ik vraag jou om je ma en alle andere mensen te overtuigen dat ik nog niet geskei is, nee. En dat die baba... Je weet wat ik bedoel. Is het te veel gevraagd, André? In die licht van die vriendschap waarvan je gepraat hebt? Nee. Nee, dat is niet. Kom eens, Rij. Dus hoe kom je hier naartoe gekomen? Ik was eerlijk met jou. Marius? André, kom eens erbij. Is dit? Zeg mij, is dit? Mm-hmm. En jij wil die baba behouden? Omdat je hem nog lief hebt? Met of zonder je hulp, André. Goed. Ik zou je helpen. Zo ver als het mij vermoeid is. Heb je al besluit wie je volgende jaar gaan doen? Ik kom volgende jaar weer gesluit om hospitaal te moeten. Zonder die bij ons. En hier kan je gaan je rust gehoor. Ik moet iets doen om ik bezig te stellen. Jij, hij daar gloeit niet zo geloofd, heel dag dronk rondgereden jij. Domme kut, ze heeft meer moeder zijn. Maar ze gaan blijkbaar nu met André de vrouw uit. Wat denk je zo? Maar ze is nog niet eens gescheiden.
Je weet wat. Ik zie ons dat zelfs aandrijden zou van de dag. Je kunt je beter pavies in zijn eigen tronkelijk familie. Meneer Malan, u kan er maar deur gaan, dank u. Hij leek ook heel dag en kondag bij haar. Binnen. Middag, woon. Dag, dokter. Wat kan ik vandaag voor u doen? Nog steeds jouw hoesie, oom. Jij moet voor mij een andere prescriptie geven, dokter. Daai goed helpt niks. Ons zal maar weer een beetje moeten kijken. Gans lang deur aantrek, oom, van mij uit. Huh? Hoe nou? Nee, die een. Kom, zit maar zo met mij weer, nou. Je moet een mooi diep inasem en weer uitasem, hoor. Goed, inasem. Uit. In. Uit. Weer, in. Niet zo om met die oom. In. Uit. Daar zijn. Nu gaan we eens achterblijven. Om ons onder de mensen naar goed te vragen, hoor. Niet inasem. Dan zullen we nog met dat extralen nemen, hoor. Extralen? Ja. Doktertje, zeg mij toch. Is het waar wat ik hoor of is het nou niet waar? Dat jij en daar die olie kreeg, dat jij de trouwplan hebt. Wie? Het is van kleine zo wat ik nou praat. Moet ik vrouwen mij zoiets? Vraag vrij een goede advies ook daarbij. Maar laat ik dat voor jou vertellen, dokter Kita. Is zo'n ding zoals van bed to worse. Hoe kom haat ook hier een sausje? Dus hulle wat mij uitgeroeid het, meneer die dorp. En verander mensen ook. Dat is waarom hulle vandaag zo rijk is. Die stomme mensen wat hulle beroofd het. En die meeste met grondtransacties, laat ik dat voor jou vertellen. Oom, ik ga nou voor oom een nota geven. Dan vat oom het hospitaal toe om te gaan extra aan neem, hoor. Dit was ons huis, zo niet zodra ik die plaat heen, dan kom ik aan het draai. Dank je, dokter Kie. En onthou me wat ik voor jou gezegd. Goed, tot ziens. Oom. Ik heb vastgesteld dat je niet 6 maanden bent. Maar 6 jaar geleden al gescheiden is. Ik noem dit omdat André die gek ideeën in zijn kop gekregen om met jou te trouwen. Het is niets van mij. Zeker zijn slimmerende beschermingsdrang wat skielijk wakker geworden, ik weet niet. Moet niet om aanmoedigen, nee, Louise. Het is eerder anders om, mevrouw. Als je mij zelf verschoon, ik is bij je bezig vandaag. Tot ziens. Christmas kalkoen.
sê my, wat denk jy van die vrou, die nuwe dokter? Skaamteloos sou ek sê. Skaamteloos? Daar's grote sones is dit. Soos om te oordeel. Kan jy 'n klip vat en gooi, kan jy? Ja, maar sy hoef nie hier dokter te wees nie. Nou, wees jy nou altemiddag om so iets te sê? Ons is het nie gewoond hier op iemands plein nie. Gewoond nie, hoekom? Wat jy nie jou goede skoert, dan krijg jy jou ander dorp nie. Nou, ek het gesê, om ons nie bekommer te wees oor die collectieve rechterlang nie. Dit is een bykie inflammatie, weet al. Ai, ek bedreig, dit is nog my werk voor. Jy werk ook glads te veel vir iemand in jou conditie, dokterkie, vir al een sokke weer. Ach, wat kan een arme, gescheide spatteling dat een meisje nou eindelijk anders doen? Het hy, het jou toe geantwoord. En nou? Nou gaan ek lekker is as die baba hier staan is. Al gedink waar die kleinding se van gaan wees? Ek eet my se van, oom. Ek praat van sy pa se van, Louise. Ek kan nie sy pa se van kry nie. Tot ziens op. Die kind se van, luister wat ek sê. Hy moet so berachtig nie een rissou wees nie. Thank you.
Je moet je voelen, voelen. Jabuda. Dank u om ik het nog heel wat werkjes bij die woonstel, maar ook is een beetje lastig. Ach, jij is ook altijd zo hastig, vrouw mensen. Ons krijg je niet kans om ordentelijk te gezels niet. Hier in de avond kan ik ontspannen. Ik ga morgen een beetje kroos toe rijden. Ja? Hoe lijkt het? Hoe moet ik je samen rijden? Jawel, hoe zal ik nog zeggen? Wil je het moet? Natuurlijk. Ik kom morgenochtend terug opladen. Nou, moet ik iets anders? Nee, natuurlijk niet. Let hem zichzelf kappen. Tot ziens. Tot ziens. Van die begin af was ik weer één ding helemaal zeker. Ik ga wel daar bouwen. Eerst was het niet omdat het geen was. Blijvend. Ons. Later heb ik gedacht ik van iets om mijn sfeer te maken. Vanaf die bal daar is, verlang het al meer naar. Maar waarom moet ik oom daarmee opstaan? Het is genoeg uit, oom. Nou gaan ik dan voor ons twee lekker flesje draaien. Praat maar, mijn kind, praat je waard uit. Ik luister.
Wat zoek jij hier? Het is jouw Louise. Ja? Ik wil bezigheid met jou praten. Alweer? Laatst heb ik feitelijk zonder hoed en broek daarvan afgekomen, weet je? Moet niet zo benaald wees niet. Ik wil heel je met Louise oreert om André uit te lossen. Nou luister, ouwe Paul Wijfie. Laat ik nou voor jou zeggen. Ik zal jou betalen. Als jij die oorige zin van jou kan oreert om voor Louise uit te lossen. Als het naar die geld gaat, het zo berachtig. Ons kan samenwerken. In heel albei zijn belang. Hoeveel? Die geld, wat jij voelt, jij hebt verloren op je huistransactie. 250 rand. Wat ze waarborg heet ik? Wat ze waarborg? Diezelfde waarborg wat ik gehad heb, ik heb maar net jouw woord gehad. En nou het jij mij woord, behalve ik het van jou een skewe woord gekregen. Van mij kreeg je rechtheid woord, ou dier. Die check is vooruit gedateerd 2 weken, zoals je ziet. Is alles alright, ou dier, is alles alright. Ik kan jou garantie, jij gaat niet broekloos uit hierdie affaire uitkom nie. Ik heb die stamina oor van vanavond te klipdans, hè? Omdat ik jou versterken heb. Ach, ons kan elke nou en dan gaan inloeren, gaan het met die baba. Zeg maar, ik... Ja, ek sien nie hoekom ons die vrienden kan wees nie. Nie? Ja, ek weet wat je bedoel. Moeder. Maar sy voel nou anders oor dinge, Louise. Sy begin nou besef, sy kan nie ander mense sy lewens beheer nie. Of is die ding goed uitbekleid? Dan dus ek sê, dankie sê, nie. Hai, ek moet rij. Ja, is daar sienkie se batte. Kan ek jou later weer bel? Oor vanavond. Ach, toe man, al gaan ons net vir 1 uur of wat. André, jy het die ontspanning nodig. Ja, het is maar slecht lijk as die voorzitter van die klub daar aankom sonder een nooi. Toe, Louis, asseblief. Goed, ek beloof, ek sal nie 1 oomblik ernstig raak nie. Tot jy weer een paar drankies in, dan is het weer... Nee, nie 1 nie, nie eerst 1 nie, ek beloof. Daarmee later? Nee, ek wil nou weet. Ek het nog nie vir Katie gevraagd, is er in blij nie. Katie? Ja, wat? Kijk mooi na die kleinbaas vanavond, hoor. Okay. Die nonnie gaan staan met my dan. Okay. Jij. Wat doe me nie voel en wat die mense sê, gaan my nie aan nie. As hy ja sê, trou ek morgen met haar. Dat heel wat op die spel, André. Al wat ek hoor is dreigemente. Baie het jou my sin, maar vir jou eie beste. Bloemen afpersing. Ek word as 'n kind behandel. Dan kom 'n kind na sy ouer moet luister. Wat die vrou mens hê, kan moeder dit nie verstaan nie. Maar jij, is nog niet die zuster? Nee, is hij. Oh. Hij is bij ons dokter, strijder. Oh, dokter, bij die strijder. Ja, wel, het is die kant dan, hè. Wat ziens. Oké, Kirek, dank. Jij is gewoon stof voorbij. Zo? Nou, wij zien wel voor best of niet. Ja, oké. Woo!
achter jou, je lepai. Ga je best als je begrafenis ondernemer niet. Hoe jij nou aan het onderzoek moer je vervallen? Ik blijf het met een man. Ik pak op, pak. Ja, oké, op die dop, op die dop. Ik ga hier niet helemaal opnemen. Kom op. Dus jij dan nou schoon wat bodder, man. Oké, kom. Luister hier, jouw wat uil. Want dan gaat hier krijg je van mij gaan verogen. Het wat echt, dat ik mocht jouw blik laten van elkaar. Oké, oké, kom op. Zeg toch voor mij, alsjeblieft, waar kan ik tot daar goed? Ach, meneer, dus de baas een afspraak met die daar. Ik zal het voor. Dank je. Hello, papi. Hello, papi.
Hij mag hier niet. Je mag dan niet. Je mag ik wel. Hij is toch gewoon man, laat mij. Op dan. Wacht man. Ga naar je girl toe man. Lee. Kom Jim zo met was. Dat is mijn. Wacht niet maar. Is maar wacht me. Is maar. Is je taak. Waar is het? Ze zijn koin. Hij is net iets. Hij is niet bij jou. Anna. Het was niet eerst nodig, niet? Samen met André naar die buitenclub. Baie dankie. Tot ziens. Waar is die baba? En mevrouw Rousseau. Ik wil hem zien. Hij is toch mijne, is hij niet? Is het alle reden waarom hij gekomen is? Dus recht. Ik zie. Jezus, ben je geladen, Pelly. Ik ga met haar trouwen. Maar aankom. Bel mij morgen, André. Dan bespreken we de trouwrelings. Wat maak jij? Los die kind hier goed. Maak dit mij doen. Goed, ik bel die politie. Yo, good daughter, money, you. He's a broken young driver. Wat denk je ermee? Ik maak hem droog. Geel meer. Kijk een vaaie goed. Hey, jouw lamzak, nat licht. Waar heb jij? Oh, was toch één woord van jouw vader? Waar is het voor? Louise. André, misschien is het beter als je gaat. Nee.
Sit neer, mijn kind. Marius is mijn kind en ik vat hem naar huis toe. Marius! Ik denk dat ze hard. Hij zal hospitaal toe moeten gaan. Hij kan niet vervoerd worden. Ik ga niet dood, niet ga ik? Oh, nu nou al nieuw. Wanneer dan? Ons zal ons best doen voor ons. Ik ga dood. Ik weet, ik kan zien hoe je over elkaar kijkt. De medische beroep doen vandaag wonderen, oom. Ik moet hier niks, man, ik zweer. Nee, dat is zo, oom, ontspan. Dat is nu zo aangaan, is het zo, is het voorbij. Ik weet het, kom. Rustig nou, James, oom, moet om niet ontstellen. Rustig. Jullie twee, moet één ding vandaag voor mij zeggen. Jullie moet samen dat breekje groot maken. Beloof dat mij hier op mijn sterfbed. Voordat ik ga. Geloof mij dat, Louise. Marius, mijn oosje. Ja, ik beloof hem. Ik beloof hem. Ons beloof hem, Louise, mij. Wat doe je dit? Ons beloof hem. Die kleine, hij is spreeuw. Maar, ja? Hij maakt hier niks nieuw om. Daar is het al. En het is voor hulle wat ik jou wou gezien. Kom hier, o Billy. O kleine rampje. Waar nog op een dag met een eindval van de beerd af? Laat iemand van je veel wat je hier wil.